Hey, daar staan de Hisuian Growlithe ook. Oh, die vind ik super leuk, Hisuian Growlithe. Yo, Nintendofans, welkom bij weer een gloednieuwe Pokémon Legend Arceus video. En we beginnen gelijk lekker, want Irida die wil met ons vechten. We zijn op de Kobold Island aangekomen. En hier zijn weer heel veel nieuwe Pokémon. Dus doe even dat duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En de vraag van de dag is dan ook, wat is de tofste Pokémon die we in deze video tegenkomen? Dus check de video. Dan bedoel ik eigenlijk niet deze Glaceon en niet deze Eevee. Ik bedoel eigenlijk een wilde Pokémon die we kunnen gaan vangen. Ik ben benieuwd welke we hier allemaal tegen gaan komen op dit eilandje. Terwijl mijn Kilava lekker gaat tegen Glaceon. Doet Glaceon nou Quick Attack? Oké. Nou, helemaal prima. Eevee doet ook Quick Attack. Ja, en ze gaan voor de Agile Style. Ja, ze willen mijn Pokémon kapot maken, hè? Ja, ik heb jullie wel door. Goh, Rick, maar dat is toch meestal ook de bedoeling van een Pokémon Battle. Ze gaan inmiddels 4 keer achter elkaar. En ik ben ook bevroren. Dit is helemaal niet oké. Oh, lekker. Ik ben niet meer bevroren. Want ja, ik ben een vuur-Pokémon. Hallo, hoe wil je mij bevriezen, joh? Hoppakee, Glaceon is down. Eevee gaat voor Quick Attack. En die maakt Kilava dood. Ja, het is niet eerlijk. Waarom mogen zij 2 Pokémon inzetten? Waarom doen zij 2 tegen 1. Dat is niet eerlijk. Zo werkt Pokémon gevechten niet. Kijk, ik snap dat jullie dat hier misschien nog allemaal een beetje uit moesten vinden in de Hisui regio vroeger, toen jullie nog niet bekend waren met hoe Pokémon battles werken. Maar ik vind het niet oké. Ondertussen zet ik lekker mijn Pikachu in tegen de Eevee. Ja, die gaat weer voor al die quick attacks, joh. Hou eens even op. Hoppakee, Thundershock erop, Eevee weg. Lekker gedaan, Pikachu. Ja, maar hoe kan je 2 tegen 1? Dit is echt een beetje net als de kinderen op het schoolplein. Dat is gewoon zo oneerlijk. Ik bedoel, doe gewoon een 1 tegen 1. Ga niet vals spelen of zo. Irida zegt, ik voel me nou beter. De wereld is groot en ik ben maar heel klein daarin. Dank je wel. En ik zal je Pokémon even healen. Nou, dan wil ik jou daarvoor bedanken, Irida. Maar alsnog 2 tegen 1 is gewoon niet eerlijk. Irida zegt, ik mag niet zwak zijn voor de Diamond Clans leader. Of voor de commander. Maar in werkelijkheid voel ik het soms allemaal best wel zwaar. Ik het leven en zo. We hebben een warden hier op de Coastlands. Een hele leuke vrouw. En ze heet Palina. Maar ze heeft dus geen lord. En ze wil geen opvolger opvoeden om die plek in van een lord in te nemen. En er zijn mensen die zich afvragen of zij het wel verdient om een warden te zijn, omdat ze dus geen lord heeft. Maar Irida houdt heel erg van Lina, zo noemt ze Palina. Maakt niet uit wat andere mensen zeggen, maar we zouden allebei de leider kunnen worden van de Pearl Clan. Oké. Nou, ze heeft iets wat ze aan mij wil vragen. Ik moet haar helpen om haar Pokémon op te voeden en groter te maken, zodat die Pokémon de plek van lord in kunnen nemen. Oké, iedereen wil dus heel graag dat hier een nieuwe lord komt op deze eiland, op dit eiland. En we moeten daar naartoe, daar naar achter de heuvel op. Ja, het enige wat ik wil, is gewoon nieuwe Pokémon. Oh, kijk, we zien hier Glammeow. Hallo. Oh, die rent gelijk weg en zo. Oké, Glammeow. Ga maar zo doen dan. Ik heb in ieder geval wat berries. Dat is altijd chill. Kijk, daar is weer een Glammeow. Ja, zie je? Die rennen gewoon keihard weg, joh. Ik ga hier in het gras. Ik ga deze proberen te vangen. Nee, die andere. Deze gaan we proberen te vangen. Let's go. Bam. Glammeow. Kom maar in een pokeballetje. Kom maar. Lekker. Hoppakee. De eerste Pokémon is gevangen. Ik kan nu ook dus Great Balls maken. Oh, daar kan ik alleen maar 2 van maken. Dat is niet heel veel. Oh nee, ik kan er wel meer maken, joh. Maar nu nog maar 3. Ja, oké. Dit ging weer niet soepel. We gaan eens even die kant op. Hé, ik zie daar Skorupi. Wow, en ik zie daar een Big Ass Drapion. Holy moly. Ja, die is Alpha. Dat kan niet anders. Ja, ik zie boze rode ogen inderdaad. Waarom ga je uit een Great Ball? Ik heb nu alweer 2 Great Balls verpest. Doe je moeilijk, jongen. Wil jij graag verslagen worden of zo? Oude Skorupi. Ja, dan ga je gewoon down, hè? Ik bedoel, ja, dat kan ook. Als je dat liever hebt. Oh. Boze Drapion. Oké, we gaan snel daar naartoe. Ik wil die Apricorns namelijk pakken. Ik moet nieuwe Pokéballen maken, mensen. Mijn Pokéballs zijn continu op. Oh, oké, Drapion. Laat maar weer. Ik wou je vangen. Ik bedoel, Skorupi. Dag, doei. Dag. Tot de volgende keer. We moeten blijkbaar helemaal daar naartoe, joh. Bovenop die berg. Oh, jongen, Skorupi, laat me eens met rust. Ik heb jou toch ook al met rust gelaten? Oeh, mooi vlindertje. Heb ik die eigenlijk al? Oh, jongen. Niet doen. Ik ga je broer vangen. Of je zus. Kom maar. Ja, lekker. Oké, die hadden we dus nog niet. Beautiful Eye. Hebben we die al? Die hebben we denk ik wel al. Maar ja, ik moet heel veel Pokémon vangen, want ik moet heel snel ook weer 4 sterren worden, denk ik. Nee, die hadden we nog niet. Nice. Kan ik alweer wat craften? 5 Great Balls. En dat was het. We zijn wel lekker op weg trouwens. Oeh, Vulpix. Die wil ik hebben. Ja, ik heb natuurlijk al een Kilava. Dus of ik Vulpix in mijn team moet doen, dat denk ik eigenlijk niet. Maar ik wil wel een Vulpix vangen. Ja, kom maar. Oh, je komt gewoon naar me toe gelopen. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Kom maar, Vulpixje. Ah, no. Kom.
Kom. Ik weet dat je wil. Yay! Ja, misschien is dit wel de leukste die we in deze video kunnen vangen dan, hoor. Vulpix. Oh my gosh! Perugly! Oh, daar moeten we voor oppassen. Ah, nee! Oké, die Perugly was een gevaar. Maar dit water is ook niet echt heel fijn. Oké, waar ben ik? Ja, maar ik moet nou wel echt super erg oppassen. Want als die Perugly mij nu pakt, jongen. Oké, ik kan er nu langs. Go. Is dat Palina? Ik denk het wel. Het lijkt ook wel een beetje op zuster Joy zo van de achterkant. Oh, maar wacht even. Hey, daar staan de Hisuian Growlithe ook. Oh, die vind ik super leuk, Hisuian Growlithe. Ik wil... Ja, dan had ik eigenlijk geen Cyndaquil moeten kiezen, hè, aan het begin. Als ik van tevoren had geweten dat ik een Growlithe zou willen. Super cool. Die, ik vind die echt lachen. Hey, en dit is inderdaad Palina van de Pearl Clan. En ze vragen, ja, wie ben jij dan? Oh, je bent dat kind van het Galaxy Team. Ah, je hebt Cleaver en Lilligent heb je gekalmeerd. Dan moet je wel super sterk zijn. En toch. Je hebt zo'n lief gezicht. Dankjewel. Nou, wat brengt je op de Kobold Coastlands? We hebben hier geen lord. Dus we hebben hier ook geen, geen boze lord die je kan kalmeren. Onze vorige lord is opge... Wat? Wow, die is opgeslokt door de golven. Die is verdronken. Hij probeerde zijn pup te redden uit... Oh, en toen werd hij meegenomen door de zee. Hij heeft zichzelf gewoon opgeofferd voor zijn puppy. En we moeten raden. Welk van deze pups is, de, is het kind van de vorige lord? Kleintje? Ja, het kleintje blijkbaar. Deze Growlithe is het kind van de vorige lord. Maar, oh, is de vorige lord dan een Arcanine? Dat zou echt vet zijn. Ik denk, ja, dat moet wel. Palina zegt, ik heb geen twijfel dat deze kleine de potentie heeft om de volgende lord te worden. Maar ja... Hoe die heeft gezien dat zijn vader opgezwolgen werd door de zee. Dat heeft toch wel een litteken in zijn hart achtergelaten. Mensen willen dat ik hem meer train. Dat hij de nieuwe lord kan worden. Maar ja, dat wil ik eigenlijk gewoon niet. Het maakt niet uit wat de Pearl Clan zegt. Ik weet wat ik wil doen. Ik blijf bij deze kleine en laat hem gewoon lekker zijn leven leiden. Zo, dus nu weet je onze situatie. Maar waarom kom je naar de Coastlands? Nou, ik ben onderweg naar Firespit Island eigenlijk. En Palina zegt Firespit Island, daar zijn spoken. Je hebt de hulp nodig van Basque Legion als je over de zee wilt gaan. Ja, want inderdaad, anders komen we daar niet. We moeten met Iskan praten, dat is de warden van de Diamond Clan en die moet ons kunnen helpen. Er staat iets te gebeuren op Firespit Island. De schaduwen baren me zorgen en er is natuurlijk ook nog dat rare licht uit de lucht. Bliksem is een teken dat de hemel boos is. En ik maak me zorgen of we de Almighty Sinnoh niet boos hebben gemaakt. In het verleden hadden het Pearl Clan en de Diamond Clan ruzie. En nu hebben we in vrede, maar misschien hebben we de Almighty Sinnoh gewoon boos gemaakt. We moeten naar Iskan, die leeft op Ipom Hill. De heuvel van de Ipoms, oké. Daar achterin. Oh, Growlithe. Growlithe is zo schattig. Vanaf hier kunnen we trouwens helemaal uitkijken over het eiland. Oké, dit heeft echt de vorm van een hand of zo, van een klauw. En daar is dan Firespit Island. Daar is nog een klein eilandje. Oh, ik wil echt een Growlithe vangen eigenlijk, man. Dan maken we hier gewoon een fire-only challenge van, joh. Dan ga ik gewoon alleen vuur-Pokémon gebruiken. Kijk, dan kunnen we gewoon hier naar rechts. Dan gaan we eens even rustig kijken wat we hier allemaal tegenkomen. Ik zie nog steeds best zoveel Glammeows overal. Ik zie Staravia daar. Tangelaatje. Zo, die pakken we even mee. Staravia. Ben je aan het doen? Moet ik je vangen? Oh, ik mis. Oh, nee. Oké, joh. Je wilde mij gewoon aanvallen. Dat mag je ook gewoon zeggen, hè? Oh, we moeten daar naar boven. We zijn er al bijna. Hey, kijk, Ipom. What up, Ipom? Kom maar gezellig met me mee, joh, api. Oh, nee? Oké. Poging 2 dan? Oké, je bent al weg. Doei. Dan toch lekker niet, joh. Oh, hier is nog een Ipom. Let's go. Pak hem. Ipompie. Yay. Volo is hier ook weer. Wat doe jij hier nou weer, vriend? Hallo daar, meneer Rikachu. Toevallig dat jij ook weer hier bent. Je bent vast op van die platen aan het jagen. Nou ja, niet per se. Hij zegt, je hoeft niet bescheiden te zijn. Ik zie dat je al 4 van die platen hebt. Je krijgt die platen als je die nobles kalmeert. Of als er een hele sterke Pokémon jou erkent als ja, dat je het gewoon waard bent eigenlijk. Die platen die zijn blijkbaar van Pokémon geweest die tegen de Almighty Sinnoh hebben gebatteld of zo. Het zijn 10 Pokémon die de oude held hebben gevolgd. Maar die krachten die ze gekregen hebben, die kwamen van de Almighty Sinnoh zelf. Maar waarom zal je de Almighty Sinnoh dan uitdagen, vraagt Volo zich af. Misschien krijgen we het antwoord wel als we al die platen hebben verzameld. Ik ben heel benieuwd naar hoe dit af gaat lopen dan inderdaad. Het klinkt wel echt als een toffe story. Oké, guys, we gaan naar Iskan. Die woont hier in dit huisje, denk ik.
Hallo? Een stem zegt, is daar een bezoeker? Ik kom eraan, geef me een momentje. Zo, dus, ik ben Iskan van de Diamond Clan. Hij praat een beetje weifelend, alsof hij een beetje twijfelt aan wat hij zegt. Hij zegt, oeh, je bent een Galaxy teammember. Met een fluit, zo'n Celestica fluit, dan moet je een Rikachu zijn. Waaraan heb ik jouw bezoek verdiend? Ik wil Best Collegian vangen. Of, nou ja, dat hij mij kon helpen. Iskan zegt, oh, dus je wil naar Firespit Island? Ben je gek? Maar ja, oké, ik ga je helpen. En daarvoor hebben we Best Collegians favoriete snack nodig. En dan zal die wel van je gaan houden. Iskan die zegt, ja, alleen zijn favoriete snack maken is best wel onmogelijk. Niks is onmogelijk, vriend. Iskan zegt, ja, als ik de materialen zou hebben, dan zou het wel lukken. Maar, nou ja, het volgende deel daarvan is een beetje lastig. Je moet die ene Pokémon vangen die 's nachts verschijnt. Moeten we Spook vangen? Moeten we Gengar vangen? Yo, hij is heel verbaasd dat ik het wil weten. Hij zegt, nee, ben je gek of zo? Waarom wil je dat weten? Het is dus klops. En hij durft zijn naam zelfs niet uit te spreken alsof het Voldemort is. Oké, dus we hebben materiaal nodig voor het eten en Dusclops Dark Pulse. Dus we moeten een Dusclops gaan vangen. Nou, top, dat gaan we doen. Ik ga die Dusclops zoeken. Geen probleem. Iskan zegt, wow, is iedereen in Galaxy Team zo? Jullie hebben echt stalen zenuwen gewoon. Dus Klops heeft maar één oog en je kan hem vinden in Deadwood Hunt. En dat is blijkbaar die kant op, daarachter, bij de verlaten schepen. Deze muziek ook echt, jongen. Het wordt in één keer spannend. We moeten wachten tot het nacht is. Dus we chillen hem even gewoon gezellig met Iskan. En nu het nacht is, moeten we daar naartoe. Naar Deadwood Hunt. En dat is hier. Eens even kijken, waar heb ik mijn cursortje neergezet? Oké, blijkbaar ziet hij dat niet op mijn map. Blijkbaar moet ik deze cursor neerzetten. Ja, dan kan ik gewoon hier vanaf. Weet je wat, ik ga wel gewoon even rustig via deze kant. Ik niet zomaar de berg afdonder of zo. Ondertussen vang ik een Aipom. Die ligt te slapen. Best wel lullig, gewoon midden in zijn slaap. Yo, sorry hè, sorry. Maar je lacht er zo lekker bij, joh. Oké, we moeten deze kant op. Let's go, let's go, let's go. Oh, boze Ambipom. Boze Ambipom. Ik zie daar Murkrow. Je hebt mij niet gezien, toch? Heb je mij gezien? Je hebt mij gezien, hè? Oké, doei! Ah, nog meer boze Pokémon! Ah! Oh shit, we zijn ook verkeerd! Oh, ik word aangevallen. Ik word heel hard aangevallen door Murkrow. Laat me met rust, jongen! Oh, wow, Happiny. Oké, even chill. Even chill. Even deze proberen te vangen. Oh, Happiny. Happiny, kom! Kom, 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 kom! Cool! Oh, en ook nog een Sviel. Die gaan we ook nog proberen te vangen. Yay, Happiny hebben we gevangen! Hé, dit ging soepel. Sviel ging minder soepel. Oké, Ambipom, doei. Ik heb niks gedaan. Ik ben kalm. Even kijken hoor, waar moeten we dan naartoe? Kan ik hier ergens omhoog staan? Oh ja, kijk hier. Deze mevrouw zegt, sorry, heb je iemand van de Construction Corps gezien die Jorig heet? Nee, die heb ik niet gezien, sorry. Moeten we Jorig gaan zoeken? Ja, maar ik moet nu een Dusclops vangen. Die zit daar ergens in de verte blijkbaar. Oh my gosh. Driftblimps. Freaking Pokémon. Oh, rustig jongen, je hoeft me niet gelijk te spotten. Oh ja, ik kom me achterna. Ga weg! Laat me met rust. Laat me met rust, alsjeblieft. Oeh, een Golduck. Oh, Golduck heeft me ook al gezien. Itje, jullie zijn wel scherp, jongen. Daar kan je natuurlijk allemaal items voor gebruiken, hè, zodat je ze minder scherp zien. Of dat ze je... dat je ze afleidt of dat soort dingen. Maar ja, ik ben gewoon lui. Ik ben gewoon hier keihard door die map aan het racen. Ja, het is op zich wel logisch dat iedereen mij ziet, denk ik. Hier ergens zou Dusclops moeten zijn. Oh ja, daar. Waar is die dan? Oh, daarachter. Ik zag hem. Hij is geteleporteerd. Daarachter loopt hij. Oeh, ik zie hier een kistje die glimt. Daar zat een nugget in en een pokeball. Cool. En dan is het nu tijd om daar... in de verte die Dusclops te gaan vangen. Dat gaan we doen, jongens, in de volgende aflevering. Dus doe het duimpje omhoog. Ik zit er heerlijk in. Ik hoop dat jullie er ook nog steeds in zitten. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Oh ja, vergeet niet te abonneren. Mazzel!